Jason Eduard en Laurens Gutsch, studenten van het Surinaams Conservatorium, hebben gisteren hun eindexamenpresentaties gehouden. Het tweetal behoort tot de eerste groep kandidaten die het eindexamen aflegt. Nadat de muziekstudenten geslaagd zijn, krijgen zij de titel van Bachelor of Music. De opvoeringen vinden plaats in de auditoria van Self-Reliance Auditorium en de Katholieke Koorschool. Directeur Ramon Williams van het Surinaams Conservatorium zei in zijn toespraak dat het veel moeite heeft gekost om het conservatorium van de grond te krijgen. Hij is zeer ingenomen met de eerste groep die de eindstreep heeft behaald. Ik hoop en wens vurig dat de studenten die nu zullen afstuderen en de andere dagen hierna, iedere klank en iedere trilling betekenis weten te geven voor een hoger doel. Eenheid in verscheidenheid. Eenheid doordat de muziek ons richt op een hoger doel. Verscheidenheid doordat ons land zoveel cultuur kent. En ons curriculum, heb je net al van de voorzitter kunnen horen, beantwoordt aan deze verscheidenheid. Het conservatorium had ruim 6 jaar nodig om de eerste professionele muzikanten af te leveren. Delano Hoogvliet, facility manager van het Hoogste Muziekinstituut, legt uit waarom de school nu pas studenten aflevert. We zijn begonnen met eigenlijk nul, van scratch. Het conservatorium in Suriname was nog vrij onbekend toen we ermee starten. Dus het heeft ons enigszins nog een extra jaartje gekost alvorens wij eerst het systeem moesten bouwen. Daarnaast ons bekendmaken in Suriname binnen de gemeenschap. En daarna studenten aantrekken die willing waren om de offers te brengen om samen met ons het traject in te gaan. Dus bij elkaar opgeteld heeft het 6 jaar geduurd voor deze eerste lichting talentvolle Surinamers die dan nu mogen afstuderen met een bachelor in music. Delano Hoogvliet van het Surinaams Conservatorium. Behalve Jason Eduard en Laurens Gutsch moeten nog 6 studenten afstuderen. De diploma-uitreiking van de eerste groep Bachelor of Music is op 27 augustus.